De ploegen die al meer dan 20 jaar historische ontmoetingen hebben op het hoogste handbalniveau. Citadia verloor 2 weken geleden van Heliopharm Tagos en belandde daardoor op een voorlopige 2e plaats achter Tagos. VNL presteert de laatste weken heel wat beter. Na een moeizame competitiestart klom men op tot een 4e plaats en opzienbarend was de ruime winst 3 weken geleden op regerend kampioen Emmen en omstreken. VGZ Citadia en de karakteristieke geel-blauwe kleuren, niet aan de bal dus, en favoriet voor de overwinning. Wel had het zelfvertrouwen een deukje opgelopen door het bekerverlies tegen hetzelfde Hershey VNL, 16-13. Belangrijkste man bij de Gleners Jan-Willem Hamers, 2 jaar geleden nog in de Franse competitie actief. Naast Hamers in de linkerhoek Paul Kikken en ook hij is de laatste week in goede doen. Hier Paul Kikken aan de bal en dat betekent 1-0, 0-1 eigenlijk voor Hershey VNL. Citadia doet dan niets met het aanvalsrecht en dan is het hier weer Hamers die 0-2 scoort. Weer die linkerflank moet ik zeggen. 0-2, dan heeft Citadia 1-2 mogen maken als hier alweer Hamers, net op de lange hoek, nu op de korte hoek, actief is. Dat betekent 1-3. VNL weer. Bij de stand 1-3. Klaus Veerman. Vondenhof in het midden. Dit is Jan-Willem Hamers weer. Speel door naar Vondenhof. De bal gaat naar Ed Roemen. Prachtige stop van keeper Massenbroek. En dan deze mogelijkheid voor Schuurs om te scoren. Tja, en dan krijgt van scheidsrechter Struik krijgt Hamers een 2 minuten straf. En we zullen in de slow motion zien dat dat een foute beslissing is van deze anders zo goede scheidsrechter. Hamers neemt de straf gelaten, maar beseft dat hij zeker niet schuld was. Daar zie je het zaakje terug. Schuurs in vrijheid, min of meer vrijheid, neemt de bal aan, pakt de arm van Hamers, trekt hem naar de grond toe. En ja, als er dan toch een 2 minuten straf moet worden uitgedeeld, dan liever voor Schuurs. Citadia scoorde 3-2 met een strafworp van Schmeitz en dan is VNL weer aan de bal. Kikken. Deze bal van Klaus Veerman richt op doelman Masterbroek. En Citadia heeft de mogelijkheid om gelijk te maken. Paul Lauwers, Roel Goffin in de rechterhoek. Schmeitz speelt de bal naar Goffin. Heel mooi doorgespeeld van Goffin naar de linkerhoek. En dan is het John Vreuls die inderdaad 3-3 aantekent. Dan gaan we naar 6-4 bij deze strafworp. In tweede instantie, u ziet het, Lambert Schuurs. 7-4, een hele mooie vangst. Bij diezelfde stand zit Adi weer, Paul Lauwers. En dat gaan we eventjes terugzien, want terwijl Lauwers schiet, zwaait zijn arm door. En dat zou je een linkse directe kunnen noemen. Let u op. Lauwers schiet. Van afstand, zijn arm zwaait door en die zit. Citadia kwam voor met 9-5 en die voorsprong van 4 doelpunten houden vast tot 13-9, 3 minuten voor rust. Winnie Schmeitz, die ziet ruimte tussen eerste en tweede verdediger en scoort daar. Nou, en dat moet VNL weten, want die karakteristieke beweging komt altijd van deze man af. Dan, de speeltijd is verstreken en deze prachtige bal van Lambert Schuurs, direct genomen vrije worp. Hij knikt zijn lichaam, kijkt, die is daar en tussen de benen van keeper Boers. Nou, en dat is natuurlijk een heel mooi handbal. In de 10e minuut van de 2e helft nemen we de draad op bij de stand 18-10. Wien Schmeitz naar Vreuls. Paul Lauwers aan de bal. Mooie aanspeelbal naar Lambert Schuurs en voor die man is dat natuurlijk geen probleem. 19-10. Dan is de vraag of VNL nog iets kan ondernemen tegen deze 9 doelpunten achterstand. Van Hamers naar Gino Smits en die scoort 19-11. Hamers bindt 2 verdedigers, u ziet het, en Smits heeft de vrijheid. Nou ja, wat heet vrijheid? 19-11. Gino Smits pas hersteld van een ernstige enkel blessure. Zit daar die aan. Vijgboom. Roel Goffin in de rechterhoek pas hersteld van een scheurtje in een oogkas. Ook bij een handbalwedstrijd opgelopen. Deze vrije worp. Een bedenkelijke poging. En dan is het Kikken, Paul Kikken, die in de breakout vanuit 1911-1912 gaat aantekenen. En dat doet hij met een reusachtige versnelling. Kijkt u nog eventjes. 3 pas omhoog. Springt op de rechterhoek, op de lange hoek en scoort in de korte hoek. Dan halverwege de 2e helft bij de stand 20-13. Lambert Schuurs. Paul Lauwers, nu in de bal.
Vijgenboom en deze knal tegen het houtwerk. Voor VNL de mogelijkheid in de break, maar onscherpt door John Vreuls. Sittardi opnieuw. 20-13. Lammert Schuurs ook tegen het hout en dat is dus hele goede kwaliteit hout. En van het op en neer rennen word je natuurlijk verschrikkelijk moe. Het Roemen uit de rechterhoek maakt het zichzelf moeilijk, manoeuvreert zich in de eigenlijk kansloze positie, maar scheidsrechter Nusser heeft een overtreding gezien en dan is het strafworp op. Gino Smets, kijk eens. Lange uithaal, goed gemikt, precies in de bovenhoek. En dan is de stand 20-14. 6 doelpunten nog. Hier heeft VNL de mogelijkheid om eventueel op 5 doelpunten te komen, maar doelman Masterbroek attent uit zijn doel. Die speelt de bal naar Schmeitz. Mooie paas naar Lauwers, aan de cirkel. Lauwers was in de aanval blijven hangen, kon dus niet echt moe zijn en die scoort 21-14. Heel mooi afgespeeld naar Lauwers door Schmeitz en dat gaan we even terugzien. Veerman verdedigt Schuurs, dat ziet u. Lauwers loopt langs Veerman, heel goed gezien. Gaat omhoog en een prachtig lopje over doelman Boers. Dit is werkelijk heel mooi handbal. VNL weer. Toch wel aangeslagen. Hamers en de foutieve paas naar Veerman. Of de vangfout van Veerman. Het is maar hoe je het uitlegt. Wien Schmeitz. Mooie paas van Vijgenboom naar Schuurs aan de cirkel. En dat betekent 23-14. Deze bal van Hamers gekeerd door Masterbroek. En Sittardi weer. Perfecte aanspeelbal van Lauwers. En dan is het een mooi lopje van Goffin. Die kijkt nog even naar de scheidsrechter of hij dat wel mocht zo tegen de keeper aanlopen. Maar dat mocht, het is 24-16. Hamers. Dit kan VNL dus wel nog. Een korte bal op de korte hoek van Smits. Kikken, 3 doelpunten gemaakt tot nu toe en dit is zijn 4e en dat is wel een hele mooie. Tussen twee verdedigers door en via het hout. 24-18. Sittardi. Schuurs maakt er 25-18 van. Erg veel uitgespeelde aanvallen had VNL er niet bij dit keer. Maar dit is een van de zeldzame. Van Hamers doorgespeeld naar Kikken op de linkerhoek. En het lopje. 25-19. En dan zijn we vlak voor tijd. De vrije worp. Smits. Klaus Veerman. En die schiet op de korte hoek hoog. En dan is het 25-20. De seconden tikken weg. Wien Schmeitz. Die kijkt naar die klok. En neemt de vrije worp in één keer. Officieel moet de voorste voet stilstaan. Dat doet hij dus niet. Ach, wat zal het de scheidsrechters interesseren. Het is 26-20. Een overwinning voor Sittardi waar niets op viel af te dingen. Niets op af te dingen. Sittardi vlug en lenig. 26-20. Han Buzio zei het al. ENO tegen Blauw-Wit 21-15. Aalsmeer Hermes 17-17. En SK tegen Tagos 18-23. Dat betekent voor de stand in de Eredivisie handbal.